De NVWA heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid van grote kookbranders. We hebben er 15 onderzocht en 13 daarvan bleken een ernstig veiligheidsrisico te hebben. En grote kookbranders die worden gebruikt door bijvoorbeeld scoutings, zeilkampen, soms ook bij oliebollenbakken. Daar waar voor grote groepen moet worden gekookt. Dit zijn twee van de 15 branders die we hebben onderzocht. En deze twee branders die tonen precies wat voor risico's er aan deze branders zijn. Het eerste risico is het risico op onvolledige verbranding. En onvolledige verbranding brengt met zich mee dat er roetvorming kan plaatsvinden, maar nog veel gevaarlijker dat er CO vrijkomt. Die koolmonoxide ontstaat doordat er een verkeerd mengsel van lucht en gas is. En die zuurstof die is met dit klepje te regelen. En dat zou niet moeten mogen. Want op het moment dat die verhouding tussen gas en lucht niet goed is, dan heb je kans op CO-vorming. Een ander probleem is dat de vlam uit kan gaan en dat de gas blijft doorstromen. Als gas blijft doorstromen, is er kans op ontploffing of brand, wat je natuurlijk niet wil. En daar zijn wel technieken voor om dat tegen te gaan. En deze brander die heeft zo'n techniek en dat is de vlambeveiliger. En die vlambeveiliger zorgt ervoor dat als de vlam uitgaat, automatisch de gastoevoer stopt. We hebben hier een proefopstelling staan waarmee je kan laten zien wat er gebeurt als de zuurstof- en gasverhouding, als je die verandert. We hebben nu een mooie blauwe vlam, zoals het hoort. Als ik minder zuurstof toevoer, dan zie je dat de vlam rood wordt, waardoor er roetvorming plaatsvindt en er CO kan ontstaan. En CO is erg ongezond. De NVWA adviseert mensen die zo'n kookbrander in huis hebben, deze niet meer te gebruiken. En mocht je hem desondanks toch willen gebruiken, nooit binnen en let erop dat de vlam blijft branden. Wil je weten welke branders we hebben onderzocht? Kijk dan op onze website.